allemaal. Tijd voor een nieuwe video. Ja, maar even tegen de camera praten. We zitten weer in een nieuwe week. De eerste dagen van deze week heeft Thijs vooral heel veel geklust in het café. We zijn het allemaal een beetje aan het veranderen nu de reukenzok eruit is. We moeten natuurlijk alles op 1,5 meter afstand zetten. Dus daar zijn we, of in ieder geval daar is Thijs heel druk mee. En ik ben steeds met de kleine bezig. Gisteren zijn we lekker naar het strand geweest. Ook wel eens lekker even een dagje niet met de zaak bezig zijn. En vandaag is het weer donderdag. We hebben weer dag op dag. Het is hemelvaart. We waren eigenlijk van plan om volledig open te gaan. Dus dat we gewoon voor de hele menukaart konden bestellen. Alleen de leverancier leefde niet vandaag. En daar kwamen we uiteraard weer te laat achter. Dus gewoon dag op vandaag. Dus daar gaat Thijs straks mee aan de slag. Dus nu nog vroeg. Dus, ja? Lekker eten. Het is nu nog vroeg, dus we gaan nog even genieten van het zonnetje en straks naar de zaak. Tot straks. Hey, daar ben ik weer. Volgens mij zeg ik dat elke keer, maar goed, maakt niet uit. Ik ga zo naar de zaak. Jax die zit nog op de bank. Die heeft vandaag zijn slaapje voor het eerst overgeslagen. Gaat best goed op zich. En straks mag ik hem naar zijn oma brengen. Dus daar heb ik er morgen last van als die wel ineens heel moe is. Er staan er weer lekker veel op voor vanavond. Gelukkig voor de dag op dag. Dus we gaan ons daar mee bezighouden. En ik ben ondertussen het rooster ontmaken voor het personeel. En ik ben de nieuwe openingstijden een beetje aan het uitzoeken. Want ja, wij zien het eerlijk gezegd niet zitten om 7 dagen open te zijn op deze manier. Omdat ik denk dat... dat 1 persoon in de zaak qua personeel zeg maar te weinig is. Omdat het best wel lastig is met alle regeltjes. Dus wij hebben ook 2 sluitingsdagen. Voorlopig, uiteraard gaan we in de toekomst gewoon weer 7 dagen open. Maar voor nu willen we het even op deze manier eerst proberen. Kijken hoe het allemaal werkt met de regels. En of we tevreden zijn op deze manier. Of het ons ook allemaal lukt. En we hebben ook goed nieuws gehad van de gemeente. Althans goed nieuws. We hadden gevraagd of we... een aantal parkeerplaatsen bij het terras mochten betrekken, zodat we meer ruimte hebben om mensen kwijt te kunnen. En nou, het is nog niet goedgekeurd, maar we moeten een voorbeeld sturen, dus het begin is er, denk ik. Ze hebben het in ieder geval nog niet afgekeurd, dus dat is best positief voor ons. Dus daar gaan we allemaal mee aan de slag. Ja, ik kan niet al te veel van laten zien, het zijn best wel privé dingen, net als ik wil de bestellingen nu laten zien, maar er staan allemaal adressen bij, dus dat ga ik ook niet doen. Jullie zien het straks allemaal wel. Tot zo! Zo ziet het eruit zonder rokershok. Hier stond normaal gezien het rokershok. Daar zit hele leuke plantjes op gehangen. Heel gaaf. Dus zoals je ziet is het nog 1 grote bende hier. De
Dus dat ga ik nu even allemaal opruimen. Mensen die het dierbaarst zijn en een geweldige olijfolie die je eten nog lekkerder. Easy. Easy. Je weet je van mami, maar ik ben je papi, baby girl. Dus kom maar aan mami. Je weet ik kom van mami. Ik word er wel van. Dus ik zeg let's go. Wat ga je opdraaien? Of zit je met twijfels in je maag? Het antwoord op je vraag is vies. Het antwoord op je vraag is slim. Het antwoord op je vraag is ik heb voor hem. Ja. Nu met intense frisheid voor een langdurig frisse was. Witte reus op. Met reuzenfrisse. Hey, Barbara. Ik weet niet wat je. Baby. Ik weet niet wat je zegt, baby mama, ik ben alleen. Nee. Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze krikte wel van ja. Nou, zei ik het maar. Bij die jongen. Je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten. Net als ik. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Laat je maar ik ga naar zullen komen, en dan wil ze weer naar lopen. Maar ik ga naar zullen komen, want ze wil alleen Louis Vuitton. Tijd is goud. Hey, ik heb net de kleine wacht gebracht naar opa en oma. Die zitten lekker in een staakcaravan en Nieuwvliet. Dus daar mag hij lekker een nachtje slapen. Dus dat zal hij vast leuk vinden. Ik ben net op de zaak. Het is nu rond 1:30. Ja. Dus ik ga weer beginnen met de frietjes voorbakken. En alles klaarzetten voor vanavond. En dan gaan we er weer tegenaan.
weer. Oh, zag ik het weer. Verschrikkelijk. Hey, hey, daar ben ik weer. Oh. Goedemiddag. Ik ga nu richting de zaak. Thijs is ook net vertrokken. Dus we gaan er weer tegenaan. Vandaag zijn al heel veel bestellingen op, gelukkig. Dus het wordt weer lekker een drukke zondag. En vanavond slaan we de zondagavondborrel even over. Want we hebben natuurlijk Jackson, 24 uur. Iets meer misschien niet gezien. Dus ik wil hem het liefst lekker zelf in bed leggen vanavond. Dus wij gaan gewoon nadat de keuken klaar is naar huis. Lekker onze kleine boef nog even zien. Maar ik neem jullie weer mee. Tot zo. Hallo allemaal. Zeg ik het gewoon weer, echt jongens. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga de video afsluiten van deze week. Oh, is het koud, Jack, zie je ijs? Oeh, is het koud? Is het koud, je ijsje? Goed. Ik ga de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. We gaan nog één weekje zijn we dicht. En vanaf 1 juni mogen we open. Ja, het speelt weer klaar. En dus we gaan nog 1 weekje volle bak knallen om alles zo goed mogelijk en volgens de regels neer te zetten. En noem het maar op, we zijn best wel druk mee. Dus daar neem ik jullie dan maar weer in mee, als jullie dat leuk vinden. En vanaf 1 juni zijn we weer open. Ik ben benieuwd of ik dan nog ga blijven filmen. Ik weet niet of dat lukt, zeg maar. Dat wordt toch wel weer heel erg druk, denk ik. Maar ik doe mijn best, dus ik zie jullie volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Doei!